Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Hiltka Floris en vandaag spelen we Clash Royale aflevering 35 van de Pro vs Pro serie. En ik hoop dat we de 1000 likes kunnen halen op aflevering 35 van de Pro vs Pro serie. Want wij gaan Timo zien spelen tegen Psycho Rider. En ik ben heel benieuwd. Timo heeft nu één potje gewonnen. Gaat Timo zijn tweede potje op rij winnen? Of wordt hij uitgeschakeld door Psycho Rider? Lang geleden heeft Psycho Rider ook al een keer meegedaan Pro vs Pro. Dat was nog in seizoen 1. En daar deed hij het ook mega goed. Psycho Rider staat bekend om zijn ballondekjes. Maar Timo heeft Psycho Riders ballon geband. Dus Timo heeft de ballon geband. Psycho Rider heeft de vries voor Timo geband. En ik ben heel erg benieuwd hoe dit allemaal gaat verlopen. Timo zit trouwens ook in een e-sports team. Met ook onder andere Ronnie. En die zitten nu best wel hoog in een bepaalde league. En hij vroeg zich af of jullie het vet vinden dat ik hun volgende wedstrijd ga opnemen. Laat het even achter in de comments of jullie het vet vinden als ik een hele match dus tussen twee verschillende teams ga opnemen op Clash Royale. Maar ik ben zo weer niet terug. We gaan beginnen met het allereerste potje. Ik zie jullie zo. Voordat we gaan beginnen wil ik nog heel kort even Psycho Riders profiel laten zien. Zijn PR is 7600 en moet je kijken wat voor een tournament finishes en arena season finishes hij gehaald heeft. Het is echt een hele, hele goede speler. Dat was ik even vergeten te laten zien. Maar we gaan dus beginnen. Potje nummer 1. Psycho Rider aan de onderkant en Timo aan de bovenkant. Ik ben super benieuwd. Nogmaals dus, ballon is geband. En, hoe heet die? Ballon is geband en Freeze is geband. En Timo begint met een Skeleton Barrel. En Psycho Rider begint met een Barbarut. En een Barbarut is natuurlijk Barbaric Graveyard. Dat kunnen we al gelijk zeggen. Dat weet ik ook gewoon. Dat deck is best wel bekend. En niemand anders speelt een andere archetype met Barbarut dan de Graveyard. De Psycho Rider speelt met een best wel bekend Graveyard deckie. En Timo speelt met een tot nu toe best wel goedkoop Skeleton Barrel dekje. Dus we gaan gewoon even kijken hoe dit allemaal gaat verlopen. Een goedkoop Skeleton Barrel dekje dus. Tegenover een best wel redelijk duur Graveyard dekje. Alhoewel, er zitten wel wat Psycho kaarten in. Wel grappig, want ik had Psycho Rider totaal niet zien verwacht met een Graveyard dekje. Met een Barbarut. Best wel dure kaart dus. Normaal gesproken speelt hij heel veel Psycho dekjes. Het zit ook in zijn naam, Psycho Rider. Dus ik had meer met dekje van Timo eigenlijk bij Psycho Rider verwacht. Maar dat is wel grappig. Oké, okay, let's go. Timo dus met Bats en Miner combo. Mooi even die Bats afgeleid met de Skellies. En dan een Knight natuurlijk voor de Magic Archer. Maar die Magic Archer is best wel sterk. Die Magic Archer gaat nu niet dood. En die gaat nu prima splash pakken. Denk 2 schoten op de toren. 1, 2, inderdaad. En daardoor neemt Timo nu de leiding. We gaan even kijken. Komt er een Graveyard aan? Ik denk het niet. Nee, de Musketeer is natuurlijk geen goede tank voor de Graveyard. Dus dat zal niet een slimme Graveyard zijn. Heeft Timo trouwens een poison in zijn deck? Ik denk het eerlijk gezegd wel. Want hij heeft natuurlijk een miner. Dus dan zal hij ook wel een poison hebben. En als dat zo is, betekent dat dat heel erg lekker is voor Timo. Want dan kan hij straks gewoon als Psycho Rider met een poison push komt, kan Timo gewoon rustig de Graveyard poisonen. En dan is het heel moeilijk voor Psycho Rider om damage te doen natuurlijk op de toren van Timo. Timo chipt langzaam met zijn miners weg. De Skeleton Barrels komen niet echt bij de toren van Psycho Rider. Maar de miners die komen steeds wel bij de toren. De miners van Timo. En daardoor chipt dus Timo nu al lekker weg. Hij zit gewoon nu op 1467. Daar verwacht Psycho Rider een miner van Timo. Maar dat gebeurt niet. Daar verwacht weer Psycho Rider een miner van Timo. Maar het gebeurt weer niet. Die Knight was natuurlijk een prediction voor de miner. En die Skellies ook. Maar Timo die wacht eventjes rustig af. Daar gaat wel de Magic Archer dood door de poison van Psycho Rider. En daar is de miner. En nu heeft Psycho Rider geen Skellies meer. En geen Knight meer in de cycle. Dus daarom komt Timo best wel lekker gaan chippen. Ik ben benieuwd wanneer de allereerste Graveyard eraan gaat komen van Psycho Rider. Ondertussen legt Timo best wel goede druk. Dus ja, Psycho Rider kan ook niet echt met een Graveyard komen. Want hij heeft op een enkel moment heeft hij bijna 5 elixir voor de Graveyard. Continu moet hij verdedigen. Mooie prediction daar van Psycho Rider op de miner. Knight is op de miner. Geen damage voor Timo. Misschien kan dit het moment zijn dat Psycho Rider rustig eventjes alles neerzet. En als Psycho Rider goed geteld heeft, heeft hij nu door dat Timo helemaal geen poison kan hebben, want hij heeft al 8 kaarten gespeeld. Ik zou dat nooit door hebben trouwens. Ik zou nu nog steeds, als ik Psycho Rider was, zou ik nog steeds bang zijn voor de poison en daarom ook niet in de aanval gaan. Maar Timo heeft dus helemaal geen poison, dus dit kan best wel een probleem zijn voor Timo. Als Timo natuurlijk nu Psycho Rider een opening geeft om te kunnen graveyarden, maar tot nu toe
geeft Teemo niet die opening en heeft Psycho Rider alleen maar damage gedaan met poisons op de Magic Archer. Daar een hoge musketier, maar waarschijnlijk predikte Teemo dat met zijn badge. En de musketier is nu afgeleid en de Magic Archer pakt een flinke value. Gaat nu wel dood, maar Teemo heeft weer een nieuwe Magic Archer. Ondertussen shielpt Psycho Rider wel redelijk terug. Hij komt wel redelijk terug, maar heeft tot nu toe nog steeds geen graveyard weten te plaatsen. Daar de miner. Ik denk dat Teemo best wel moeite heeft ook met een graveyard. Maar ja, weet je natuurlijk ook moet bedenken. Psycho Rider moet eigenlijk 9 elixir hebben. Want hij moet gelijk bij die graveyard een poison plaatsen. Ik denk dat hij misschien nu komt. Nee, nog steeds niet. Want hij moet gelijk een poison plaatsen. Want anders kan Teemo rustig gewoon bats gebruiken. Wat hij nu dus ook doet. En ja, kijk, als je die bats niet poisont, pakken ze heel veel value. Maar daar toch een poison van Psycho Rider Skellies om die Golden Brawler af te leiden. Maar dit wordt wel damage. Teemo gaat dit potje denk ik pakken. Nee, het is denk ik. Ik denk dat dit gewoon de push wordt. Ja, dit wordt de push. GG, eerste potje gewonnen door Teemo. Ben zo weer terug bij potje nummer 2. Tweede potje is van start gegaan. Nu hebben we Teemo aan de onderkant, Psycho Rider aan de bovenkant. Teemo Heal Spirit en een Zap en een Log. Oei, Psycho Rider is nu eindelijk gekomen met de Cycle. Maar ik weet niet of dit een goed moment was voor de Cycle. Want Teemo heeft nu al 2 spels laten zien. 2 goedkope spels. En nu wordt het best wel lastig denk ik doorheen te komen voor Psycho Rider. Wel een mooie poison op de Hunter. Psycho Rider speelt een stuk met best wel bekend deckje ook. De laatste 3 kaarten zijn Log, inderdaad. Bomtoren en Miner, ja inderdaad, Miner. Hij waarschijnlijk heeft die Bomtoren, maar je kan het ook met Goblin Cage spelen. Daar zept en Log Teemo de Wallbreakers. Maar Psycho Rider staat wel voor, die pakt de leiding hier. Die pakt de flinke leiding, 18-20 op de toren van Teemo. En die spiegelbollen gaan ook chippen. Dus dit doet Psycho Rider best wel goed. Ondanks de dubbele spel van Teemo, Zep kan hij gewoon altijd gebruiken op de bats. Dan heeft hij natuurlijk Log voor de Wallbreakers. Ik ben benieuwd, ik denk dat best wel dat Teemo dit zeker wel kan winnen. En dat Psycho Rider moet oppassen, zeker ook voor dubbel elixir. Dat Teemo dan een zieke Giant Nightwitch push gaat gooien. En dat Psycho Rider er weinig tegen kan doen. Daar een Hunter op de bats en de Knight. Prima verdedigd, wel min 1 elixir natuurlijk. Plus 1 elixir, min 1 elixir voor Psycho Rider. En daar is inderdaad de laatste kaart van Psycho Rider. En dat is de bomtoren wat ik dus al voorspelde. Gaat de miner naar de bomtoren of naar de toren? Nee, naar de bomtoren. Om die bomtoren neer te chippen. Daarom log op tijd. Killed the Heal Spirit. Prima verdedigd hier van Psycho Rider. En Teemo gaat geen enkel beetje van damage pakken daar. Dus dat is best wel goed verdedigd daar. Dan komt de Fisherman. Pak die Miner. Maar kijk die Wallbreakers. Die moeten nu gezet worden. En dat wist Psycho Rider. En daardoor zet hij gelijk druk via de andere kant met de bats. Die nu niet meer gezet kunnen worden. Maar gelukkig voor Teemo heeft de Hunter natuurlijk splash damage. En kan die best wel makkelijk de bats gaan killen. Nu, de Hunt is nog op het bord en ze hebben even elixir. De spiegelbollen om druk te zetten. Gaat Teemo die laten gaan? Nee, die gaat hij niet laten gaan. Heal Spirit op die spiegelbollen. En 2 pijlen van de spiegelbollen hebben de toren geraakt. Daar een makkelijke log pakt Teemo nog. Nee, die pakt geen tower damage. En maakt nu dus een push met dus de Giant aan de linkerkant. Daar gaat de Fisherman de Knight pakken. En Psycho Rider gaat proberen die Fisherman te killen. Dat doet hij met 2 elixir. Dus dat heeft hij heel, heel sterk gedaan daar. Poison op de Nightwish, maar een beetje een gemiste poison. Want die Nightwish loopt er een beetje een soort van omheen om die poison. Dus dat is niet altijd de beste poison van de Psycho Rider. Maar staat alsnog wel dik voor. Daar een log op de Wallbreakers. 2 voor 2. Dat maakt allemaal niet uit. Het is gewoon 2 tegen 2. Daar gaat de Hunter. Die Heal Spirit gaat de Hunter healen. Maar de Hunter had nog alle levens. Daar wel een goede poison. Gaat hij dan ook loggen? Ja, hij logt ook gelijk. Waardoor de Nightwish natuurlijk dood is. Wel een Heal Spirit die er nu aan gaat komen. Gaat hij de Hunter healen? Die gaat niet de Hunter healen. Die is net buiten range. Maar Psycho Rider nu wel in de problemen. Hij heeft weinig elixir om dit te verdedigen. Moet nu met een Miner op defense komen. En daar is de volgende Giant alweer van Teemo. Waar is de bomtoren? Daar is de bomtoren. Hoge bomtoren. Ik weet niet waarom precies hoog. Maar wel goed gespeeld hier van Psycho Rider. Maar Teemo komt wel redelijk terug. Hij komt wel redelijk terug. Ze hebben ongeveer evenveel elixir. Een dubbel Knight combo. Oké. En een poison op de Hunter. Met nog een log erbij. Ik weet niet waarom het precies logt. Ik denk om een extra hit van die Hunter te voorkomen. Maar Psycho Rider gaat chippen. En de Knight die heeft nu de toren behaald. En oei. Teemo zit in de flinke problemen. Hij moet nu komen. Hij moet nu komen met die push. Nog 427 op de toren van Teemo. Spiegelbolden daar. Log op de spiegelbolden. En op de bomtoren. Miner hoog. Oei. Dit is ziek close.
Maar je ziet toch wel dat Cycle Rider Cycle Deckjes toch echt wel gewend is. En hij weet hoe hij van dat soort moeilijke pushes kan stoppen. Maar een perfecte prediction daar van Timo op die Miner. Maar ik denk als Cycle Rider gewoon heel snel cyclede nog een push en een log, dan heeft hij de potje gewonnen. Ik denk nu dat de log aan gaat komen op die Heel Spurt. Nee, er komt geen log aan. Mooie prediction ook van Cycle Rider op de Miner weer van Timo. Mooie prediction log van Timo op die Goblins. Oei. Dit is close. Daar gaat de Fisherman. Die is dood. En GG. Het staat 1-1. Ik ben zo weer terug. Potje nummer 3. Derde potje is van start gegaan. En Timo is weer naar zijn Skeleton Barrel teruggeswitcht. Waar hij het eerste potje ook mee speelde. En Cycle Rider is bij zijn Cycle gebleven. Maar wel een ander soort Cycle dekje. Dit is het dekje die ik... Ja, ik noem het eigenlijk het Ronnie Cycle dekje. Want ik heb dit dekje voor het eerst gezien bij Ronnie. En dat is met Dart Goblin inderdaad. Inferno Toren zit er nog in. Volgens mij ook een log. Skelly's volgens mij ook. Knight inderdaad. Het is een heel goedkoop dekje met geen grote spel. En met een Inferno Toren. En Timo weet ik nog niet helemaal. Speelt hij Giant Skeleton? Ik denk dat hij Giant Skeleton speelt. Volgens mij heeft hij dit dekje... Ja, wacht. De ballon is... Nee, het is geen Giant Skeleton. Want dan zou hij... Waarom zou hij dan... Nee, huh? Ik ben even in de war van Timo. Ik heb geen idee. Dit kan nog van alles zijn. Dit kan echt nog van alles zijn van Timo. Wat zou de laatste drie kaarten zijn? Giant Skeleton dan toch wel inderdaad? Dan... Ik heb geen idee. Ik heb letterlijk geen idee. Zal er misschien nog wel een minetje in zitten en een Nedo daar. Maar Timo mist één Skelly. Een Cycle Rider begint heel sterk. En ik weet natuurlijk dat in een dekje van Cycle Rider een Inferno Toren zit. Inderdaad. Dus ja, en ook Skellies. Dus dit gaat best wel makkelijk worden. Want letterlijk, hij, ja, Cycle Rider heeft hier gewoon een logie te gooien bijvoorbeeld. Of een delivery. En dan was dit GG. En Timo geeft nu al op. Die denkt ook al GG. Het was misschien niet een hele goede clone daarvan. Timo had misschien beter gewoon die push moeten laten gaan. Ook die Skeleton Barrel had hij eigenlijk niet hoeven te droppen. Want je zag gewoon al dat die push nergens heen ging. Ze had beter gewoon die Giant Skeleton dood kunnen laten gaan op de Inferno Toren. Want nu heeft hij best wel veel elixir nog gebruikt, Timo. Voor eigenlijk helemaal niks. En we gaan even kijken. Die toren laat Timo 100% zeker gaan. Ik zou dit niet meer Nedo of iets. Nee, inderdaad. Toren laat hij gaan. En Timo moet eigenlijk gewoon met één mega zieke enge push komen. En moet je kijken. Door die Skellies gaat Timo's... Giant Skeleton naar links. Maar ik denk dat Timo daar eigenlijk nog best wel blij mee is. Op die Knight van Cycle Rider naar de rechterkant gedropt werd. Dus ik denk dat Timo best wel blij mee is. Ik verwacht hier een Nedo van Timo. Om die Dart Goblin te killen. Nee, er komt een zieke clone. Het ziet er heel raar en eng uit altijd, die clones. Maar je weet het altijd nooit met die clones. En Delivery is super sterk tegen de clone. Maar gaat die Giant Skeleton hitten? Giant Skeleton hit net niet door een Goblin Barrel verdedigend van Cycle Rider. Maar Timo gaat waarschijnlijk nu alles op alles zetten. Ik verwacht nu 3, 2, 1, clone. Ik verwacht ieder moment een clone. Oh nee, eerst de Skeleton Barrel en dan nu de clone. Ik denk dat de clone eraan gaat komen. Nee, ja, de clone is wel laat. De clone is wel laat. Perfect verdedigd gewoon van Cycle Rider. Moet je kijken. Maar 1800 of nog 1800 op de toren van Cycle Rider. Ontzettend sterk gespeeld van Cycle Rider dit potje. Het staat 2-1 voor Cycle Rider. Misschien gaat Timo nu dus uitgeschakeld worden in Pro vs Pro het volgende potje. Ik ben zo bij jullie terug. Het vierde potje en misschien wel het laatste potje van Timo in Pro vs Pro. Als Cycle Rider dit potje weet te winnen. Timo speelt met een dekje waar hij tot nu toe nog niet mee gespeeld heeft. Een Pekka, een Poison dekkie. En Cycle Rider speelt weer met Cycle kaarten. Knight en Miner en Wallbreakers. Iets wat Cycle Rider heel erg goed kan met Cycle spelen. Dat zit ook in zijn naam natuurlijk. Maar dan kijken, Timo speelt wel met een ander soort variant. Hij speelt met een Pekka Battle Ram met de Fisherman erin, zeg maar. Ik denk dat hij dan de Bandit eruit heeft voor de Fisherman. Ik denk dat dat het meest logisch is. En Cycle Rider speelt echt letterlijk met een dekje die ik ook super chill vind. Alleen dan heeft hij de Wallbreakers in plaats van de Skeleton Barrel. Ik heb dan de Skeleton Barrel en hij heeft de Log in plaats van de Delivery. Maar het is best wel een vergelijkbaar dekje. Daar gaan de Wallbreakers niet connecten. Goed verdedigd daarvan Timo met de Electro Wizard en de Royal Ghost zit op de toren. En zelf persoonlijk heb ik best wel altijd problemen met het dekje van Timo. Zeker bij dubbel elixir. Met die Pekka kan best vervelend verdedigen zijn. En natuurlijk je bats, die worden gewoon gelijk gezapt. Dus dat is ook super, super vervelend. Maar we gaan even kijken hoe Cycle Rider dit gaat spelen. Magic Archer ook natuurlijk weer in. Huh, dit is wel een heel apart dekje dan. Poison Pekka zijn de laatste. Oké. Poison Pekka zijn dan de laatste twee kaarten. Dat is eigenlijk helemaal niet apart. De Magic Archer zit nu in bijna elk Pekka deck. Dus dat is helemaal niet apart. Ik weet niet wat ik daar zei. We gaan even kijken. Zet dus op de Spiegelbonden. Dan kan natuurlijk Cycle Rider nu value pakken met de bats.
wat de Magic Archers uit Cycle en de Magic Archers uit Cycle en de Zeppers uit Cycle. Daar Electro is het op de Wallbreakers. En natuurlijk, inderdaad, wat ik dus net al zei, hij kan veel pakken met zijn badge, maar intussen heeft Teemo al teruggecycled, is Teemo al teruggecycled naar de Magic Archer, die natuurlijk nu de badge kan killen. Bomptoren, oh, Bomptoren, niet genoeg elixir. Oei, oei, oei. En dit, oeh, die log. Wat de hel. Daar heeft Cycle Rider echt mega veel geluk dat die log. Mooi gespeeld dit trouwens hoor. Mooi gespeeld dit van Cycle Rider hoor. Daar heeft Cycle Rider heel veel geluk dat die log die Magic Archer killde. Want als dat niet de Magic Archer killde, is dat Cycle Rider echt een mega, mega groot probleem. Maar een poison daar op. Weet ik niet wat eigenlijk. Ik weet niet precies hoe goed waarom die poison daar gedropt werd. Fisherman in het midden. Maar Cycle Rider probeert de druk niet heel hoog te zetten. Een prediction log. Ik weet niet precies waarop. Electro Wizard misschien. Ik weet het niet. Maar Electro Wizard. Nee, die zit aan de rechterkant. Daar gaat Electro Wizard chippen. En daar komt eindelijk de P.E.K.K.A. En dit is dus ook wat ik zei. Als eenmaal de Fisherman P.E.K.K.A. koppel gaat komen, kan Cycle Rider in de problemen komen. En dan wordt het echt heel lastig verdedigen. Minor prediction op de Magic Archer. Die prediction, jongens, was echt insane. Die minor prediction op de Magic Archer was echt insane van Cycle Rider. En misschien gaat hij dat gewoon, gaat dat het de reden zijn waardoor Cycle Rider dit gaat winnen. Mooi verdedigd daar wel van Teemo. Cycle Rider heeft nog lang niet dit potje gewonnen. Laten we dat voorop stellen. Want hij moet echt nog flinke damage gaan doen. Wel helaas voor Teemo. De Electro Wizard voor de P.E.K.K.A. Een log die, dit is al een mindere log. De log mist de Royal Ghost. Daar een poison van Teemo op letterlijk niks. Ik dacht die predicten op bats ofzo. Ik weet niet precies. Maar ik weet niet of dat de juiste keuze was van Teemo. Want nu kan Cycle Rider weer druk gaan zetten. Nu is de grote push van Teemo weg. Poison op de Magic Archer. Nu kan Teemo eigenlijk weer ademhalen. Maar gaat toch in de aanval. Ik had misschien liever gezien dat Teemo met een P.E.K.K.A. kwam in het midden. Maar hij gaat toch in de aanval met de Battle Ram. Dat is eigenlijk gewoon de Battle Ram weggooien soort van. Dus ik weet niet waarom. Oh, nou trouwens. Nee, wat heb ik nou gezegd? Dubbele hit. Wat de hel? Waarom heeft de Batman daar een dubbele hit gemaakt? Maar dit is wel een risico. Ja, dat is GG. Dit is denk ik GG. Ja. Wat? Nee. Cycle Rider wint van Teemo. Maar dit zag ik niet aankomen. Misschien een beetje elixir verkeerd geteld van Teemo. Want hij had gewoon simpelweg niet genoeg elixir om een minor wallbreakers combo te stoppen aan de linkerkant. Super goed gespeeld daar van Cycle Rider. En Cycle Rider wint deze Pro versus Pro met 3-1. Ik zal nog even de potjes laten zien. Teemo won het eerste potje en daarna won Cycle Rider 3 keer op rij. Ik doe nog even één potje, zodat jullie aan de lengte van de video niet kunnen zien wie er gewonnen heeft. En ik zal even laten zien hoe hoog ik nu op dit moment sta van Nederland. Hoppatee, later. Ik sta op dit moment van Nederland heel erg hoog. Ik sta bijna de top 100, 110e van Nederland. Dus wij gaan even een potje spelen. Ik speel op dit moment met dit dekkie. Een ballon cycle dekje. Een heel goedkoop ballon cycle dekje. En ik vind dat super leuk om mee te spelen. Ballon is toch wel het dekje wat mij heel goed ligt. Samen met cycle. Ja, ballon is ook een soort van cycle. Maar gewoon ballon ligt mij best wel heel erg goed altijd. We gaan even kijken tegen wie wij komen. Icebeard hoog. Ik moet wel even de concentratie hoog houden. Ik zit bijna top 100 van Nederland. Dus we moeten wel echt even gefocust zijn. Is dit Icebeard 2.9? Nee, dit is Hogwarden 2.6. Oké. Hogwarden 2.6. Niet heel erg. Oké, dit kunnen we wel winnen. Gaat die musketier neer? Die gaat niet neer. Dus we gaan hem snowballen. Hè? Even denken. Wat voor dekje is dit ook alweer? Ik doe snel even die skellies voor die X-bar af te leiden. Let's go. Oké, dit is dat dekje met een pomp. En op een of andere manier gaat die... Nee, gaat die X-bar... Hoe kan die X-bow daar nog hit hebben? Het maakt niet heel veel uit. Het is niet heel veel elixir. Heel veel damage. Maar ze hit het toch, weet je wel. Dat is toch jammer. Oké, ik ga even mijn miner nu bewaren voor zijn pomp. Want hij heeft een pomp. Ik ga eerst eventjes dit doen. Loggen we dit. Drop ik een... Oh man, ja, dat was een risico. Dat was een ziek risico. En ik, ja, dit is niet best. Ik kan er niks anders van maken. Dit is niet best. En dan gaan we dit accepteren. Ik had een Ice Golem kunnen droppen. Ik had een Snowball kunnen droppen. Maar dan zou ik zo erg achterlopen in Elixir dat ik dan gewoon een potje verloren had. Ik twijfel. Wil ik nu een Goblin Cage in het midden doen? Of wil ik, als hij Ice-Bow komt, gewoon hopen dat hij de gelijke Tesla bijlegt? Volledig andere lane gaan. Weet je wat? We beginnen gewoon even met een Goblin Cage. Laten we het gewoon eventjes safe spelen. We willen het niet van het risico afhouden. Want ik kan natuurlijk andere lane ballon. Kijk, gaat hij Tessa droppen? Wachten. Oké. Doen we dit. Ja. Doe ik toch weer de musketier hoog. Dit keer ver... Wauw.
predict hij het nou weer? Hij predict het weer echt op het perfecte moment. Niet normaal. Oké, we zijn net op tijd met mijn miner, gelukkig maar. Drop ik even mijn skellies. Ah, die skellies, jammer dat hij dan die musketier... Oké, maakt niet heel veel uit, maakt niet heel veel uit. Oké, hij dropt niet zijn Tesla's, dus dat doet hij wel goed. Wil ik 4 op 4? Doen we hoge musketier, hoge musketier. Oké, hij trapt er niet in. Hij trapt er niet in. Loggen we dit, doe ik een goblin cage hoog. Om die te tanken, zeg maar, voor de ballon die nu aan gaat komen. En de musketier is ook nog levend. Snowballen we dit. Let's go, let's go, let's go. En vuurbal. Wat? Waarom heeft die vuurbal? Waarom heeft die vuurbal? Maar die blon gaat misschien wel hitten. Blon gaat misschien wel hitten. Ik ga even skellies. Oké, net niet. Maar we zijn nu wel een cycle. We zijn nu wel een money town, volgens mij. We zijn nu wel een money town. Waarom zijn we een money town? Want ik heb het gevoel dat ik meer elixir heb. Komt die daarbij? Ja, ik ga gewoon even op safe spelen. Ik accepteer... Nou, ik ga dit gewoon snowballen. Ik accepteer helemaal niks. Ik accepteer helemaal niks. We komen hier namelijk doorheen. We komen hier namelijk doorheen. Oh nee, we komen niet doorheen. Wel death damage. Wel death damage. Oeh, bijna niet zelfs. Oké, nu ga ik even rustig spelen. Nu ga ik weer... Oké, ik ga helemaal niet rustig spelen. Ik ga miner en hier de miner droppen. En dan zijn we misschien de lul. Ik had misschien even die... Ja, ik weet niet, jongens. Oké, pakken we death damage? Nou, we pakken wel damage op die X-bow. Maar ja, kijk, nu hebben we 2 X-bows staan. Oké. Ja, oké, dit is prima. Geen ballon droppen, geen ballon droppen, geen ballon droppen. Goblin cage. Daar is de volgende musketier. Is hij slim genoeg? Hij is slim genoeg. Om dat te predicten, dat ik dat wou doen, ja. Oké, loggen we... What the hell, hij is echt een hele constructie aan het bouwen, jongens. Dit is toch niet normaal, eigenlijk. Dit is toch eigenlijk gewoon niet normaal wat deze vent aan het doen is. Hij bouwt gewoon een hele constructie. Oké, acceptatie, ik snowball dit. Want ik denk dat hij predict dat ik hoge musketier ging doen, inderdaad. Oké. Is toch wel heel erg. X-Bow vind ik zo niet skill, jongens. Ik vind X-Bow zo no skill. Speel geen X-Bow. Enige tip die ik wil geven. Speel geen X-Bow. Het is zo niet leuk om tegen te spelen. Ik was even stil op het laatst om te concentreren. Ik dacht, misschien win ik nog. Ik kan nog even kijken naar zijn PR. Ja, 7k. Valt nog best wel mee. Ik win best wel van hoge mensen. Oké, dit was dan net geen hoge iemand. Maar we gaan even laten zien. Ik wil even laten zien dat ik best wel van hoge mensen speel. Win bijvoorbeeld deze. 7100 PR. Deze guy heeft een 7k PR. Deze vent heeft een 7k PR. Deze vent heeft een 7k PR. Ik win best wel van mensen wel 7k PR. Dus ik speel laatst dit best wel sterk. Helaas dit potje verloren, jongens. Hoop nog leuk de video. Ik zie me de volgende video. Ergens komt een andere Clash Royale video in beeld die jij zeker ook leuk vindt. Dus check die ook eventjes. Ik zie me de volgende video. En tot dan, mensen.